Yo, dames en heren. Welkom bij weer een gloednieuwe video. Vandaag zit ik te vissen met Lientje, a.k.a. Carbs & Carbs. Hey Lientje, leuk dat je er bent. We hebben er net een hele sessie op zitten. Vandaar dat we nu pas de intro maken. Het ging niet zo goed, maar door een goed einde, natte kleren. Hoppakee, ging lekker hè? Heerlijk. Waar moeten mensen je even kennen, Lien? Van het Nationale Dames Carperteam. Ja, want wat ga je voor komende zomer doen? Ik ga in Engeland het West-Europees kampioenschap vissen. Oh, dat is wel lekker. Dus stay tuned. Ja, ik maak er ook vlogjes over. Dus, ja. En je hebt toch ook een of ander filmpje met Pilaar gemaakt? Ik heb een filmpje met Pilaar gemaakt. Iedereen kent me daar wel van. Ja, lekker worstelen en met de vla en zo. Ja, joh. Maar vandaag gaan we gewoon even lekker vissen. Ik zou zeggen, check de video en jullie gaan het allemaal zien. Veel ellende, maar ook goed einde. Zo, lekker alle spulletjes ingepakt. Kijk eens even. Niet zo heel veel. De laatste keer dat ik met Lientje was, was het een ietsje andere toestand. Hey, iets andere toestand. En hey. Dat kan je nu even zien. Dames en heren, als je kan zien, ik zit een beetje volgepakt hier. Ik zit aan mijn knieën iemand in mijn borst aan. Ja, dat is echt gewoon helemaal geen ruimte over, hè, Lien? Nee, niet echt, hè? En hoe lang moeten we rijden? 4 uur. Maar ja, we komen natuurlijk vet in de file te staan. Ja, en dus, als ik kram krijg of zo, dan word ik helemaal gek hier. We stoppen wel onderweg, want we moeten die banden denk ik wel even oppompen. Nou, dit is de eerste stop. We zijn nu in België. En we moeten eens even kijken hoe het met Daniel gaat. Want hoe gaat het? Ja, kijk dan. Kijk hoe het zit. Ik kan er even uitkomen. Mijn benen doen zo'n pijn, er zit geen bloed meer in. Kijk. Nou. En ze heeft mij geappt dat ze hier ergens staat. Maar waar? Aberallo! Aberallo! Ja hoor, daar heb je er. Hey, Skits. Ja hoor, met jou. Lekker, ja. Wat heb jij aan? Mooi toch? Dat valt nog, daar discussiëren we zo meteen over. Zo, jij hebt weer flink wat spullen meegenomen. Ja. Ik zeg net nog op de. Nou, ik zag net op de film, ik zeg, dit keer veel minder spullen dan vorige keer en zo, maar... Hey. Hey, ja, vrouw hè, ik kan mijn make-up meenemen. Ah, ik ga even spullen pakken en dan gaan we even overleggen waar we gaan vissen, ja? Hey, Roentje. Hè? Daar heb je hem hoor. Stekkeuze is gemaakt en we gaan rijden. Ja, ja. Auto ingepakt en ik heb gewoon beenruimte. Het is gewoon even een keertje normaal gegaan. En heb je er vertrouwen in? Sowieso, we gaan sowieso vangen. Waar gaan we vissen vannacht? Gaan we vissen vannacht? Dat weet ik nog helemaal niet. Jawel, wat heb ik net tegen jou gezegd? Een kanaal. Ja, we gaan over het kanaal! Ik heb er eigenlijk ook helemaal geen zin in, maar we gaan sowieso vissen vangen. Want ik heb toch vangst gezien, dat moet gekomen. Nou, even de stekwezen controleren. En ik heb goed nieuws. Er zitten al mensen. Oh. Ja, echt. Dus we moeten even wat anders gaan zoeken. Helaas. Oké. Goed nieuws, man. Nee, nee. Ja. Vertrouw mij, Nee. Hoezo zou je het niet kunnen keren? Weet ik veel. Ja, hey, je bent een vrouw, ja. Kom. Heb vertrouwen in mij? Nee. En je kan. Hey, dit is maar een klein fietspotje. Je stelt de auto in en gelijk met één grote lucht van vies schepnet en Mexicanus. Maar ach. Genieten. Genieten dit, we gaan rijden. Oh, even de riem voor het fietspad. Dus stel je voor dat we een ongeluk krijgen. Hou je vast, hè? Hou je vast, daar gaan we dan. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Nice. Laten we even heel goed op film zien. Zo kom je dat makkelijkst. Vrouwen en keuzes maken. Zo gaat dat. Ik denk die kant op. Best, dan gaan we rechts. Als we niks vangen, dan kun jij morgen billenkoek. Lekker. Nou, je moet ervan houden. Maar ik kan je niet oprijden, denk ik hoor. Ja, moeten we naar links. Hey, kijk eens even, hoe staat de wind? Naar links of naar rechts? Hey, oké. Je gaat er geen spijt van krijgen, Lien. Maar geloof mij. Maar? Even tot die fietsen. Ja, kijk hoe sloom die rijdt. Oh. Nou, na een lange tocht zijn we toch aangekomen op het water. Flinke bak, het ziet er nou niet heel bijzonder uit. Gewoon een uitgegraven bak, maar er schijnen toch wel mooie vissen te zwemmen. Dus dat is mooi. Ondertussen, stand van zaken. Er liggen alle spullen van Lientje er mooi bij. En verschil moet er toch wel wezen, hè, man of vrouw. Alle spullen staan hier al, kijk netjes. En het waait toch wel flink, dat hoor je wel. Het regent ook. Maar kijk eens. Weet je, gewoon een scheur in mijn tent. Een van mijn stormstokken vergeten. Overweb vergeten. En als jij nou even lekker stop met filmen en je spullen gaat uitpakken. Ga ik even genieten van mijn Mexicano. Zo gek. Weet je wat wel echt dramatisch is? Ik ben die broodjes vergeten.
En mevrouw, wat ga jij eten vanavond? Komkommer, puntpaprika, tomatensoep. Hoor je dat? Horen jullie vlees? Nee, hè? Nee. Nee. Ja, ik ga wel lekker eten hoor, het is te meer voor mij. Oh! Ja, dat is toch wel genieten zo. Lekker in je tentje, uit de wind, uit de regen. Lekker genieten van je Mexicano. En daar is Lientje nog bezig met de tent opzetten. Ah! Nou, vandaag ga ik zo vissen. Knijp even aan netje aan. Morgen gaat Lientje jullie even een goede uitleg geven van hoe zij vist. En dan krijgen jullie van mij ook nog wel wat uitleg. Nu is het al aardig laat, dus we gaan snel die lijn het water ingooien. Lekker zeggen jullie zo. Kijk, daar hebben ze hoor. Lientje is even samen met de controleur. Even lekker woordje doen, kijk. Ze hebben mij erdoor. Ja, ja. En we hebben een keuze gemaakt voor deze stek. Want zoals je ziet, staat de wind echt vol gas hierop. Hè? Dat is niet normaal. Dus ja, we kunnen wel aan de andere kant van het water gaan zitten. Maar daar schieten we niks mee op. Want wind op de kant is vis in de hand. Ondertussen blijven we lekker doorbakken. Eiwitjes voor de gains. Hey, lekker man. Rij eens even aan Teun uit waarmee jij gaat vissen vannacht. Met een slip Dierik. Met oude kaas. Oude kaas. Wat vinden we hiervan, Teun? Braadse maas, lekker. Nou, dames en heren, we zijn ondertussen alweer een uurtje of twee verder. En nee, ik ben lekker helemaal droog, lekker avond gegeten, alles. En mevrouw, die is helemaal doorweekt en die heeft de hermes nog niet in liggen. Wat is er gebeurd, meid? Wat is er gebeurd? Ik probeer te vissen, echt te vissen. Kijk, je bent helemaal zeker nat. Wat heb je gedaan? Ik heb stikjes gezocht. Ja. Lekker hoor. Nou, we gaan even zien of het feit oplevert. Nou, goedemorgen mensen. Ondertussen uurtje of 10 of 11 ochtends. En je wordt hier echt de tent uitgebrand, want het is lekker weer in één keer. Veel beter dan gisteren. En helaas, is het toch aardig stil gebleven. Een droog net, een droog onthaakmat. En Lientje heeft de spullen al ingepakt. Die is er helemaal klaar mee. Hey Lien, hoe ging het vannacht? Nou, het was een hele koude nacht. Want ik was zeik nog natuurlijk. Dus ik ben nog met zo'n hoog haar wakker. Morgen lekker zonnetje, lekker wakker worden. Maar de visjes beginnen nog niet echt de gang te komen vandaag. Nee, echt kut. Dus we gaan gewoon gelijk alles inpakken. We gaan gewoon meerdere waters aanpakken. Even 2 of 3, even over 2 uur zitten. En dan gaan we sowieso vis vangen, toch? Klaar. Ja, maar dit is gewoon helemaal kut. We gaan inpakken. Geef mij de autosleutels, ik ga de auto halen. Lekker man. Ik vind het erg dat ik geen rijbewijs heb. Adios, koepje okay. Erbij. Hoppa, doe maar, lekker. Hoppa, even wakker worden. Gieten. Ja, lekker man. Nog één. Heel mijn gezicht is tek dan gewoon. Lekker. Nou, zei je, recept voor een vis, die natuurlijk nog niet is langsgekomen, is natuurlijk een goede slok. We kunnen even lekker fijn naar de overkant varen. 1, 2, 3. Ah, zo vieze. Matig, jongen. Jongen, ik nou zo'n goed stop. Wauw, ik hoop dat we nu wel warm worden. Ja, dat wel. Dat denk ik wel. Maar de stek van, we gaan eerst even varen. Verderop daar is de stek. Hier is de auto van Lien. Kijk, chillings. Hoppa. Ik had hem natuurlijk al open gaan. En dan gaan wij gewoon eens even lekker een stukje rijden. De bedoeling is dat we die kant op gaan naar Lien. Maar het leukste is natuurlijk om gewoon lekker een stukje te gaan rijden. Eens even die stoel achter zetten. Godver. Zo. Alles neerzetten hoor. Oh jee. Zo eens een keer uit doen. Ja. Kijk eens even. Ik weet niet waar we heen gaan, maar we gaan gewoon even lekker rijden. Kijk, geen handen aan het sturen. Oh, Lientje gaat vreselijk huilen als ze deze beelden ziet. Maar we gaan gewoon netjes met spullen om. Kijk, we boeken hem. Kijk, lekker man. Zo, in één keer politie of zo meteen. Flink stukje rijden. Maar dan ben je ook ergens. We zijn deze keer echt op een totaal ander water dan voorheen. Frankrijk en een ander leuk watertje vannacht. Maar waar zijn we nu dan, Lien?
Ja, dat is echt wel klein, hè? Een beestje. En ik ben hier vaak zo langs de fiets en ik heb nog nooit vis in zwemmen. Ik had ook nooit gedacht dat er vis van. Tot alle kleine gasten uit de buurt in één keer vis vangen hier. En hele dikke spiegels dus. Weet je, wie niet waagt, wie niet wint, we gaan uitladen. Let's go. De eerste hengels liggen in. Hengel van Lientje. Hengel van Daniels. En we gaan het even anders aanpakken dan normaal. Want hoe gaan we het doen niet? Ik pak het gewoon aan zoals ik het altijd doe. Lekker, en ik niet. Check this dan. Dubbel pop-up, dubbel snowman. Oh! Als hier geen vis op komt, dan weet ik ook niet meer. We gaan vandaag voeren met de Squid Grill. Eerst een action finesse. Want wederom hebben we het niet voorgevoerd. Dus goede ballen gaan het werk doen. En ja, klein water, dat moet ook komen, toch? Als we hier blanken, Eline, word ik gek. Helaas liggen de hengels er weer heel stil bij. Helaas, helaas, helaas. Maar we blijven actief vissen vandaag. Dus we hebben hier nu 2-3 uurtjes gevist. We gaan het nu nog één keer proberen. De laatste stack, echt een heel klein slootje, Lien. Je gaat echt denken van wat gaan we hier doen. Maar geloof me, we kunnen er wel een paar vangen daar. Ik hoop het maar. Ja, ik hoop het ook. Ja, dat hoop ik ook niet. Dus we gaan sowieso die vis vangen. Ik neem je mee. En daar komen we goed van. Even inpakken. Snelle Jelle. En dan gaan we vangen. Er zit sowieso wat aan. Brazem, sowieso. Je zag het net toch? Ja, ik kan. Kijk, kijk, ja. Zo. Ja, kijk, het is sowieso karper. Gaat helemaal naar links. Doe je slit in. Kijk. Karper? Ja, dit is wel een karper. Ja? Hé. Kijk, dit is staan dan. Lekker hoor. Ja toch? Je slip ietsje zwaarder. Joh. Wat is hoor. Kijk. Ja, het is sowieso karper. Het mocht ook wel even, hè? Het werd wat tijd. Hè? Hoe kan dat nou? Nee, joh. Ik zie een keer als je rustig draait. Ik denk, wat is dit? Kijk die stofwolken daar. Kijk dan. Zo. Wat is dit nou? Nou, aan de montage ligt hij er gewoon niet hoor. Oh, oh, oh. Wat hebben we ook een pech samen, Lien. Joh, waarom lijf op de camera, hè? Lijf run. Kijk hoe lang hij nou aan zat, hè? Hij was echt raar bezig. Kijk, hij gaat daar. Kijk, kijk, kijk die golven. Ik denk dat ik wel verkeerd raak. Ja, dat komt wel. Maar ja, we zitten met vissen in de overkant in de knoop. Maar dan zat hij ook bij mijn maat. Ja, of hij is er doorheen gezongen. We zien wel in welke haak hij in zijn bek zit. De ultieme strijd, vissen tegen vissen. Ik kreeg een beet. Ga jij. Nou, wij zijn heel raar. Drie keer beet, speel dan. Andere helemaal kreeg ze beet, speel. Ik wil ook vis. Maar ik zag hem wel zwemmen. Ja, raar. Zwem? Ja, mooi beest hoor. Ja, dat is. Ja, ja. Blok hem, blok hem. Ja, 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 ja. Het is zover. We zaten net lekker te chillen. En dan hebben we eigenlijk de hoop al een beetje opge... Zo, kijk, hier zijn ook dikke golven, gek. Kijk dan. We hadden eigenlijk de hoop al een beetje opgegeven. Maar ze doet het toch. Als ze nou afschiet, word ik gek, hè? Ik ga het niet afschieten, deze is nu vast. Deze moet jij inhalen. Ik ga een schep net pakken, hè? Als er een spiegel is, word ik gek, hè? Kijk, staat ze. Wat zeg je? Ja! Heb je de concurrent? Hoppa, lekker op brazen vissen. Zo, hij is hier al. Zo, het is een dikke hoor. Op zich wel. Hey. Zo, hij is echt dik. Zo zag je dat. Hij is dik. Check dan hoe dik hij is. Kijk dan. Zo. Hij is helemaal gek. Jij gaat nat worden zo meteen, hè? Bizar dit. Lekker gedaan. Tik hem aan. Netjes. Kijk die moordenwolken gek. Zijn de beesten helemaal gek. Nou,
als je een beetje niet door de rug gaat. Hij is dik, hè? Kijk, hij is echt dik. Hij is misschien wel 30. Zo, ja, man. Kijk, hij is echt wel dik, Colien. Zeker wel. Kijk, hij kan echt wel 15 kilo zijn. Ja. Ik was het niet, hoor. Ik ook niet. Kijk, laat het zien. Kijk, die buik gek. Helemaal voor mijn kuit waarschijnlijk. Gewoon een varken gek. Ja, joh, kijk dan. Echt een varken. Wat een beest. Jij ziet er al uit? Hij kan zomaar 15 kilo zijn, hoor, Lien. Ja, ik heb de weegschaal, we gaan even wegen. Oh. Dus, ik zou echt wel wegen. Kijk dan. Lekker huppelen met de handtasje. Ziet er best uit. Ja, kijk dan. Dikke apparatuur alles. Oh shit, mensen. We hebben hem gewogen net, hij is 13 kilo. En ondertussen gaat die andere eraf. Zo, het is ook een dikke gek. Hoe kan het nou? Ja, shit. Wat is dit? Kutje. Die andere gaat ook voor ons. Schrijf net gek. Zo, hij is ook dik. Hé, maar die andere vis dan? Ja. Zo, die is ook een dikke. Zo. Kijk hoor. Ga, was dit? Ik ga de camera uit doen, ja. Shit, ik ben echt back af. Zo, die camera snel in. Hier ligt de 13 kilo vis. Chill links. En hier liggen weer de volgende in de net. Kijk. Ja. Kijk. Is het echt werk, hoor. Kom even filmen. Kijk dan. 13 kilo, jongens. Hoe fucking ziek je zit in de laatste uurtjes. Lekker, man. Dit is echt gaaf, joh. Genieten is dit. Genieten. En we hebben ook nog een andere vis in het net, hè. Gewoon dubbel rum voor jou. We gaan deze snel terugzetten. Bizar. Ja, best. De camera is ook bijna leeg, dus. Ik zie jullie zo. Ja, hoor. Ja, hij vindt wel. Lekker, Lien. Tik hem aan. En ondertussen hebben we hier nog vis nummer 2. Dan gaan we even alles neerzetten. Ah, lekker, jongens. Zo. Lekker, man. Ik dacht dat hij al terug was. Lekker. Zo, dat was een mooie. Je bent zeker wel vaker geslagen in je gezicht. Nou, dit is een tijd geleden. Maar het vond wel lekker. Hoppakee. Zo, hij is weg, hè? Daar zwemt hij. Kijk, daar gaat hij. Lekker, high five. Ah, je hebt er al 327. Ja, toch? Ben je geabonneerd? Ben je geabonneerd? Laat zien. Anders mag je niet vertrekken, hè? Lekker, lekker. Ja, ja, ja. Dat is Lientje en jij was DW Fishing. Nou, dan... DW Fishing, ja, dan ja. Ga je ja. Ook even kijken. Ik ben geabonneerd. Kijk, lekker, man. We hebben er weer eentje bij. Tik hem aan. Thanks, maar je bent een held. Ja, lekker. Hey, op wie moet iedereen abonneren? Vertel het eens even. Karpenvissen met Lientje. Ja? En dan, ja, best. Doe maar even. Best, doe maar. Even naar de 1000, hè? Ja, zeker. Lekker, man. Zo, wat ben je aan het doen? Nou, ik probeer een blokje te branden, maar... Ja, toch? Jij bent even de tactiek aan het afkijken, zeker? Nee, afkijken niet, hoor, want ik ben gewoon een recreatievisser. Ik vis gewoon voor de lol. Nee, maakt niet uit. Ze leren nog eens wat, hè? Ja. Van mastervissen, Lientje. Nee, maar ja, weet je, dat is het. Ze vertegenwoordigen ons wel op het WK, hè? Ja. Hoe ga ik dit nou doen? Nee, hoe ga je dit doen? Je hebt toch 30 jaar check gerookt? Dan kan je dat wel. Check. Nou, het zonnetje gaat rustig aan onder. Lien is al bezig met inpakken. En ja, ik ben eigenlijk ook wel helemaal vies. Ik zit onder het zweet en zo. Ik ga zo lekker bier drinken in de kroeg met vrienden van mij. Dus het wordt ondertussen ook wat tijd om te gaan. Eerlijk is eerlijk. Maar ja, op zich toch wel een leuke sessie gehad. Hè? Het begin was iets minder. Eerste nacht niks gevangen. Tweede check vanmiddag. Ja, helaas. Dat mocht ook niet baten. Maar toch, in één keer net. Eerst een hele rare run, 3 hengels tegelijk of zo. Nou, was niks. En Lientje, die doet het gewoon eventjes. Lekker. Ik zit happy end. Ik zit in je schaduw, in je zon. Maar
Ja, ik zou zeggen, vond je nou een leuke video? Doe dan even duimpje omhoog, je weet het, je weet het. Abonneer ook even op Lientje, link staat in de beschrijving. Zeg jij je naam nog even een keer? Karpervissen met Lientje. Karpervissen met Lientje. Abonneer ook even op ons, superveel video's. Zien jullie volgende week dinsdag weer. Kom bijna uit mijn woorden. En ik zou zeggen, laat.